Van Halsteren naar Ohola in Kenia, aflevering nummer 56, een vleermuizeninvasie. Zoals we al eens meer hebben geschreven, leefden onder het dubbele dak van ons huis een grote schare vleermuizen. We hebben ze altijd verdragen. Ze legden ons niets in de weg en wij hun niet. Maar daar is verandering in gekomen. Bij de vleermuizen weet men waarschijnlijk nog geen bliksem af van geboortebeperking. Een aantal groeide als het ware met de dag. En alleen bij ons huis, de naburige huizen hadden ook wel muizen, maar toch lang niet zoveel als wij er hadden. Zo tegen een uur of 6:30 in de avond, net tegen licht en donker, ging de hele meute er vandoor. Waarschijnlijk hebben deze dieren ook een bepaald vast programma. De eerste groep die uitvloog, schatten wij op zo'n 1000 stuks. In golven kwamen ze van onder het dak vandaan, luid piepend en met een geweldig geruis van hun vlerken. Joelend draaiden ze zich in de hoogte. Een wolk was het, meestal sneuvelden er dan wel een paar, want sommigen konden niet genoeg hoogte krijgen en vielen vlak voor ons huis op de grond, die we dan onverbiddelijk doodsloegen. Vergeef ons. Het staat wel niet netjes, want het zijn nuttige diertjes, maar als je er zo van vergeven bent, redeneer je wel even anders. 10 minuten later volgde dan een tweede groep, iets in de orde van grootte van zo'n 500 stuks. Met tussenpozen van 5 à 6 minuten volgden dan nog 3 van zulke groepen, en dan had je nog een hoop thuisblijvers, waarschijnlijk de hele jongen en de moeders die op hun kroos pasten, tot de anderen terugkwamen van hun strooptochten. Want tot diep in de nacht scheerden ze nog langs ons huis. De laatste maanden hadden we gemiddeld 3 à 4 avonden in de week ook een aantal vleermuizen in de huiskamer. Net als je een bakje koffie zat te drinken, zeilde er weer een langs de trap de kamer binnen. Bliksemsnel zwiepte hij zich dan door de kamer, rakelings langs je hoofd en op een haar na langs de draaiende fan, en dat kon soms wel een 30 minuten duren. Nu hoef je niet bang te zijn uitgevallen, maar het is weinig rustgevend als er zo'n vleermuis rond je oren suist. Corrie sprong dan altijd op met een snerpende gil en verborg zich zo lang in de badkamer. Langzamerhand zijn we erachter gekomen hoe je zo'n vleermuis in je kamer het beste te pakken kunt krijgen. Met een grote handdoek stelden we ons verdekt op achter een hoge kast. Zodra die kleine viezerik in de buurt kwam, sloeg je toe. Meestal sloeg je hem dan wel tegen de grond. Razendsnel kroop het diertje over de vloer en wij er achteraan als een kat. Een vleermuis kan namelijk niet meer vliegen als hij op de grond ligt. Hij moet starten van een hoogte. Dat waren dan nog de vleermuizen die je zag. Maar ze kwamen ook wel binnen als we al op bed lagen. En als je 's morgens met je slaperige kop beneden kwam, zweefde er weer een paar door de kamer. Of erger nog, zaten ze of hingen ze te rusten onder de box van Christian of hingen tegen de gordijnen. Het werd te gek. Een ander bijzonder vervelend aspect van hun aanwezigheid was de grote hoeveelheid uitwerpselen die ze produceerden. Het dak loopt een beetje schuin af en al die keuteltjes rolden langs het dak en vielen dan deels op de grond en deels op het rieten dak van de veranda. Vooral op dat verandadak was het een rotzooi. Het had zich daar opgestapeld tot een dikte van enkele centimeters, ongeveer 1,5 meter onder onze slaapkamer. Zodra het een beetje begon te regenen, ging de hele zaak lekker broeien. Het was dikwijls in de slaapkamer niet meer uit te houden van de stank. En nou moet het maar eens uit zijn, zei ik op een avond met wat onvervalste Hollandse knopen. Morgen gaan we er wat aan doen. De andere dag, 's avonds, hadden we een paar mannetjes gehuurd die met een motorrugsproeier het dak beklommen en een keteltje of 4 heel sterke insecticide onder het dubbele dak spoten. Het was nog veel te vroeg voor de diertjes om al hun schuilplaats te verlaten. En als de jongens vooraan spoten, dan kropen ze naar achter en zo ging dat maar door. Maar op den duur werd het hen toch te machtig. Plotseling kwamen ze in grote golven van onder het dak vandaan. Heel hun programma lag waarschijnlijk in de war. Alles kwam er onderuit. Het was net of er iemand met een bezem bezig was om vuil zwart water eraf te vegen. In een bijna onophoudelijke golf vluchten de vleermuizen bij daglicht. We hadden nog nooit zoiets gezien. Verschrikkelijk, ongelooflijk als je bekeek hoe klein eigenlijk dat dak toch maar was. En wat voor een hoeveelheid vleermuizen eronder verbleven. Het bleef maar duren. Met duizenden stegen ze op naar boven, steeds hoger en steeds verder, helemaal in de war vanwege dit gekke schema. Eigenlijk was het een schouwspel om nooit te vergeten. Iets uit een of andere griezelfilm.
Maar wij hadden reden tot lachen. We waren ervan af. Tenminste, toch wel voor een paar maanden. We lieten de openingen dichtspijkeren met gaas. En nu pas valt het op hoe stil het in ons huis is geworden. In de nacht, maar ook overdag. We waren aan hun voortdurend gepiep, gekras en gerommel zo gewend geworden als aan het tikken van een wekker. Plotseling was het doodstil in huis. Af en toe klonk er nog wel wat gepiep van wat achtergebleven jongen die nog niet bij machten waren geweest om te vluchten. Reeds de andere dag hoorden we de eerste klachten van onze buren. Want die vleermuizen hadden toch ergens een onderdak moeten zoeken. Gayumbi, de ski-manager, klaagde dat er plotseling zoveel vleermuizen bij hem zaten, terwijl Modar en Sharif Hussein, onze andere buren, ook steen en been klaagden. Hun huizen waren plotseling vergeven van de vleermuizen. Maar nu overwegen ze ook om te spuiten. En als ze dat maar uit hun lijf laten, want dan komen ze natuurlijk weer terug naar ons huis. En zo kunnen we dat mooi werk bij werk houden. Maar om terug te komen zal niet meevallen, want we hebben de openingen, zoals we al zeiden, dichtgemaakt met heel fijn kippengaas. Dank u, Schrijfkouter.